Ik woon hier en hier achter mijn huis ligt een hectare grond waar ik niet goed wist wat ik mee moest doen. Maar toen kwam een oud student van mij op het idee om daar maar een wijngaard van te maken. Maar ik heb eigenlijk niks met, toen niet, met wijn. Ik had meer met bier. En het is een wijngaard geworden. Het is ontzettend leuk dat het op een heuvel is, dat het precies past, dat het lusbodems zijn. En dat wist ik toen allemaal niet. Dus eigenlijk zijn er een aantal dingen heel toevallig in elkaar gevallen. En dat is ook het succes van de Groesbeekse wijngaarden. In Duitsland zijn ze heel erg blij ermee. Ze vinden het leuk, vooral hier aan de overkant in Noord-Rijn-Westfalen. Want daar mogen ze geen druivenstok aanplanten. De pastoor in Kessel is destijds ook begonnen met een wijngaardje te maken. Maar die heeft maar 99 stokken kunnen aanplanten. Want als hij er 100 had aangeplant, dan was hij in overtreding. Ja, een pastoor in overtreding, dat kan natuurlijk niet, hè. We hebben inmiddels 7 wijngaarden in Groesbeek. En daarmee zijn we ook het grootste wijndorp van Nederland. Dus ik denk dat we terecht wel kunnen zeggen dat wij een wijndorp zijn. Ik loop hier rond, ik maak praatje met diverse mensen. Ik bezoek de wijngaarden vandaag en morgen samen met mijn 2 prinsessen. Dat is eigenlijk min of meer mijn taak. Hè? Een soort ja, gastvrouwschap. Een druivenstok groeit in principe overal, maar de bodem is wel bepalend voor de kwaliteit van de druif. Dus als ik een druivenstok op een arme zandbodem zet, ja, in een arme zandbodem zit geen voeding, geen mineraliteit. Maar hier hebben we lusbodems en lus is zandig leem, daar zit heel veel mineralen in en ook kalk en daar houden druivenstokken van. Daar groeien ze dus ook goed op, dat in de eerste plaats. Maar ze leveren die mineraliteit ook aan de druiven zelf af. En daarom hebben wij een hele goede kwaliteit druiven. En als die kwaliteit druiven zo goed is, dan is het niet zo moeilijk meer om daar ook goede wijn van te maken. De druiven die we vandaag oogsten, worden vanavond verwerkt. Dus er wordt geen dag gewacht om ze eventueel door de pers te sturen. Het is dus het restmateriaal wat er dus uitkomt. En afhankelijk dus van je druif en de smaak van de wijn, ga je dus persen. Op het moment dat je het persen bent, dan proef je tussendoor. En soms dan zeg je van, goh, je moet stoppen. Want je wilt op een gegeven moment ook als de kwaliteit van je wijn, wil je dus niet bederven door op een gegeven moment het maximum uit de druif te persen. Als je dat gaat doen, dan heb je kans dat je dus de kwaliteit van je wijn beïnvloedt. En dat moet je niet doen. Die paar liter die je er dan eruit haalt, is het niet waard om minder goede wijn te maken. De schillen die eruit gekomen zijn, en die bewaren wij ook weer. Dan gaan wij als bemesting weer in de wijngaard terugbrengen. In de vat is witte wijn aan het vergisten. En dat, daardoor ontstaat koolzuur. En dat is ook wat we zien in het waterslot. Daar ja, borrelt dat dan ook. Dat gist ongeveer een maand, anderhalve maand. Nou, met de spindel die hierin zit, kunnen we de dichtheid meten. En dan vullen we de cilinder vullen we met de wijn. En met de sap. En dan komt de spindel omhoog. En dan geeft hij een bepaalde waarde aan. Ik denk dat hij nu 1% of 1,5% heeft. En daar komt nog een 11,5% bij. Het is heel belangrijk dat de bladeren hun voedingsstoffen teruggeven aan de stok. En als ze dat gedaan hebben, vallen ze eraf. En zo gauw alle blad eraf is, beginnen we pas met snoeien. Dus we ondernemen geen activiteiten totdat de natuur beslist heeft, nou is het genoeg geweest. Blad heeft zijn voedingsstoffen teruggegeven aan de stam, zodat de stok zich voor de winter kan prepareren. En dan pas gaan we beginnen met de wintersnoeien.